Üçüncü. 3 numara. Hier ben ik dan weer. Wel, de vragen die ik kreeg, dus vooral de vragen van de vrouwen die hier wonen in Kumra. Hè? Kumra Konya, dat is gelegen in Turkije. Dat is mijn geboortestad. En die vrouwen vroegen aan mij, gaat de liefde van de man door de maag? Want eigenlijk hebben ze wel heel veel vragen hier rond. En vroeger hoorde ik daar ook wel meer, vooral van mijn mama, van mijn oma, van de liefde van de man gaat door de maag. Maar als het zou kloppen, ik ga je vertellen of dat waar is of niet waar is. Dus eigenlijk, vroeger als je zag van vrouwen moesten wel koken. Hè, die hadden die rolverwachtingen van ja, als vrouw moet je kunnen koken. Als vrouw ging je dan vroeger minder werken, maar moest wel het huishouden wel doen. En een van de taken van de huishouden was eigenlijk om te koken. En men zei ook, hoe meer goed dat je kookt, hoe meer dat je man verliefd zou gaan worden op jou. En wel, op korte termijn is dat wel belangrijk. Ja? Maar je moet goed kunnen koken om die man aan te trekken aan jou. Omdat de man verliefd zou worden op jou. Maar op lange termijn, hè, denk ik niet. Want alleen met koken ga je de man niet... Gaat de man niet verliefd op jou worden? Want waarom niet? Want koken is wel, je moet het koken zien als een voorspel. Hè? Iets wat u gaat verleiden, hè? Opwarmen, maar het moet naar iets toe kunnen gaan. Hè? Bijvoorbeeld, vooral in de film zie je zo wel van hè, de mannen. Nodigen de vrouwen uit om iets te gaan eten, maar men verwacht toch wel altijd iets. Een kus of iets meer, meer intimiteit. En koken, ja, koken is wel goed, waarom niet? Maar bij het koken hè, kun je ook wel weten van, hoe staat uw partner daarover? Hè? Bij het koken kun je ook zien of die partner van jou een goede partnerkeuze is. Want je kunt door het samen te eten, ga je kunnen kijken van, ja, heb je wel verschillende, zelfde eetgewoontes? Verschilt het een beetje? Ben je een vegetaris en een andere eet alles? Ben je iemand die graag kookt? Of is je partner iemand die graag fastfood eet? Dus eigenlijk zegt het wel veel over u als persoon. En als ik terugga naar de vraag van ja, gaat de liefde van de man door de maag? Zoals ik zeg, op het eerste plaats wel, hè? Op korte termijn wel, maar op lange termijn moet je iets meer doen dan koken. En van hieruit wens ik jullie veel, veel liefde toe. Dag, vanuit Konya! Fırın ekmeği mis. Buyurun. Sen Hamide'ledin ama. Hastaneden geliyor ha. Kadınlar elikeli.